Welkom dames en heren op het al te gezellige sportpark De Rode Molen. De wedstrijd van vanmiddag is, u ziet de spelersgeet veld komen, Volendam Terlede, beter gezegd Terlede Volendam. Ja, er wordt al een biertje op gedronken, men denkt de buiten zal binnen, maar zo is het natuurlijk niet. Ja, wat kunnen we verwachten? Terlede kan vandaag bij overwinning de periodetitel pakken en Volendam, ja, deed verleden week hele goede zaken door met 4-1 te winnen tegen Quick Boys. Ja, op dit moment, Volendam neemt de eerste initiatieven. Men denkt, ja, Terlede wil natuurlijk snel scoren, dus wij moeten proberen eerst het initiatief te nemen. Aan de linkerkant, een goede aanval, via Olof Schuil. Olof Schuil wacht en kijkt tot de spits er zit. Bal wordt doorgegeven aan Ronnie Verplanken. Ronnie Verplanken schiet, oh, dit zijn toch al de eerste kansen. Hè? Ronnie Verplanken wacht iets te lang misschien en de keeper Schilder pakt het al uitstekend. Corner genomen, hoog. Men moet rekening houden met de wind, er staat vrij veel wind zoals u zag bij het begin. Shotje van alle vlaggen die strak stonden. Wederom aan de linkerkant. Volendam werkt weg. Slecht weggewerkt. De bal blijft hangen. Ronnie Verplanken brengt de bal weer in het vastgebied. Aan de rechterkant. Via Arsenio Sneijder. Goeie bal van Mike Boulay. Mike Boulay speelt aan. En daar komt dit Jordi Sneijder. Het is toch ook de wind die een parten speelt. En Jordi Sneijder. Ja, dat is een apart verhaal ook dat. Hij is eigenlijk gelegenheidsspits bij het ontbreken van Pim Spaargaren en Tristan Buchinoren. Die beide geblesseerd zijn. Ja, u ziet de overtreding. Mike Boulay. Ja, scheidsrechter komt er even bij en zegt even rustig jongen. Anders kost het volgende keer je gele kaart. Vrije trap wordt genomen door Joey Tol. Joey Tol speelt door het midden heen. Aan de linkerkant. Volendam probeert op te bouwen. Via Hidden. Hidden speelt. Nee, slechte bal. Terlede. Ja, het spel wordt wat onnauwkeuriger. U ziet het veel balverlies. Zowel van Terlede als van Volendam. Ja, Terlede begon erg sterk. Maar het lijkt net of het soort Montfort-effect gaat spelen. 70 minuten aanvallen. En dan uiteindelijk met 0-1, oftewel 1-0 verlies tegen Montfort, de pietenbak in gaan. Op dit moment een corner. Corner wordt hoog voorgegeven. Ja, reeds gezegd, de wind speelt veel parten en de bal gaat achter. Serge Urban heeft het rustig gezien. Terlede, ja, het is al wat trager tempo. Ronnie Verplanken weer terug naar Ryder Cadel. Daarna weer naar de buitenkant. Het zit, ja, nee. Zo ga je niet scoren, Terlede. Je moet natuurlijk wel proberen die 1-0 te maken, want de overwinning is zeker nodig voor de periodekamp. Aan de rechterkant, Jordi Sneijder verliest de bal. Wederom slecht weggewerkt door Volendam. U ziet het, heel ontzettend veel balverlies. Ja, dit is duidelijk een overtreding. Ja, scheider heeft gefloten. En wie zal hem gaan nemen? Dat zal zijn Piedrini gaan nemen. Piedrini, ja, de specialist van Terlede. Hij geeft hem hoog voor de pot. Bal blijft weer hangen. Bal slecht weggewerkt. Daar komt een combinatie. Combinatie lukt niet helemaal. Robert Stemers is van links naar rechts gegaan. Hij probeert de bal voor te zetten. Maar ja, de voorzet lukt niet helemaal. Goed verdedigd door Volendam. Aan de andere kant, Volendam. Zou het dan met een uitval weer die bekende voetbalwet zijn? Terlede aanvallen en Volendam scoren. De bal blijft hangen. Oei, dit zijn toch weer kansen voor Volendam. Ja, nee, ook uiteindelijk goed weggewerkt door de linksback. De bal weer hoog. U ziet het, het spel wordt er niet beter op. Nee, absoluut niet. Weer een lange trap. Wat gebeurt daar aan de linkerkant? Scheidsrechter laat doorspelen. Scheidsrechter Akaya die af en toe wat inconsequent fluit. Dan weer fluit, dan weer niet fluit. Ja, dat is altijd wel lastig voor de spelers. Door het midden. Aan de linkerkant. Daar komt de voorzet. De voorzet wordt vorige. Ai, ja, de bal moet net even goed vallen. Maar er zit uitstekend Pieter Jonk tussen. En Pieter Jonk maakt er een corner van. De tweede helft. Beide teams in dezelfde opstelling. Anders gezegd, er zijn geen wijzigingen. Ja, Terlede zal toch uit een ander vaartje moeten tappen hoor. Want ja, die goal moet je toch wel gaan scoren. Ik denk dat trainer Henk Wispel heeft gezegd. Jongens, dit gaat zo niet. We moeten het tempo verhogen. Anders vleugels beter gebruiken enzovoort. Opbouw aan de rechterkant. Nee, bal waart uit. Dus daar kan verder niks mee worden gedaan. Aan de linkerkant. Rijderkerwal speelt terug. Rijderkerwal krijgt de bal weer terug. Op de dieptebal. De dieptebal wordt doorgekopt. Ja, uitstekend. Ja, houdt de Piedrini overzicht. Ja, het overzicht. En heel koelbloedig. Dit is 1-0. Ja, dit is uitstekend. Dit is de bevrijdende treffer. Die 1-0 moet vallen. En dan, ja, dan krijg je misschien zelfs de kans op 2-0. Want dan komt de ruimte. Want Volendam zou nu toch echt wat moeten doen. Willen ze hier nog een puntje gaan halen? Een lange bal door het midden. Olof Schel is snel. Dus ja, dit is een overtreding. Wie gaat hem nemen? We hebben wel specialisten bij Terlede. Dat is onder andere Piedrini. Dat heeft u net gezien. En Ronnie Verplanken.
De muur wordt neergezet. Wie gaat hem nemen? In dit geval Ronnie Flanke. Boom! Ja, iets te laag. Een goed muur is goed neergezet. En de bal blijft dus hangen. Ja, de leden speelt toch wel even wat sneller, wat beter. Er komen toch wel meer kansjes. Daar wederom. Ja, voorzitter, komt hij. Ai, 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 ai. Dat is dus 2-0. Uit het niets. Een duveltje uit het doosje komt daar Arsenio Snijders. En hij schiet hem uitstekend in. 2-0. Ja, dat zeg je toch. Dan moet de wedstrijd op slot zitten, hè. 2-0. Dit mag je niet meer uit handen geven. Ja, dit is voetbal. Zo is het 0-0, zo is het 2-0 in een hele korte tijdsbestek. Wat kan de leden? Gaat de leden doordrukken? Gaan ze het proberen aan de 3-0 te maken? Pitterman, Jordi Snijder. Jordi Snijder wordt half aangepakt. Hij ziet het heel goed. Hij blijft overzicht houden. Geeft de bal aan Robert Stemers. En uitstekend. Ja, eigenlijk kinderlijk eenvoudig schiet Robert Stemers. Maar zeker uitstekend schiet hem in de rechterhoek. Ja, zo is het dus 3-0. En dat is toch wel gespeeld, denk ik zo, met 3-0. Ja, je ziet het bij Volendam. De hoofdschaal gaat naar beneden. Het valt een beetje uit elkaar. De verdediging weet het niet meer. De lange jongens die kunnen geen controle meer uitoefenen. En ja, zo win je de ene week met 4-1 tegen Quick Boys. En zo sta je de week erop helaas met 3-0 achter. Wederom, aan de linkerkant, Robert Stemers, die een sterke wedstrijd speelt. Wat doet hij? Er wordt een corner gemaakt. Ja, corners zijn zeker gevaarlijk. Er komt de hoge bal voor. Daar komt hij. Ja, Frank de Groot. 4-0. 4-0. Hoe is dat mogelijk? Ja, je zat nog net in de kantine een broodje gaan halen. En dan kom je terug. Dat geloof je ogen niet. In 6 minuten van 0-1 naar 0-4. Ja, dat is ook voetbal, hè. Dat is die middag dat je naar de leden gaat. Dan kan je dus leuk voetbal zien. Veel doelpunten. En de stand is op net 4-0. Wat doet de leden? Gaat de leden nog verder op die 5-0? Het zou me niet verbazen. Goeie actie. Ja, dan lukt ook alles, hè. Dan lukt ook alles. Robert Stemers weer een goede actie. En daar komt die bal. Ja, Volendam is toch echt een beetje van slag. Hoge voorzet. Bal blijft hangen. En wederom. Ja, ik heb ze maar niet geteld, maar het zijn heel wat corners geweest vanmiddag. Corner wordt genomen door invaller Ryan Holman. Ryan Holman heeft een goede trap. Daar komt die bal hoog voor. Bal blijft hangen. Keeper mist. En een scrimmage. Ja hoor, daar is die 5-0. De andere invaller, Vincent Amelaan, maakt er een 5-0 van. Nou, dat is duidelijk, hè. Ter Leden pakt dus op zo'n manier de periodetitel. Wederom een corner, hoog voor de pot. Ja, keeper Schilder pakt hem nog. Het is nu maar, ja, wegwerken en hopen dat het niet 6-0 wordt. U ziet het, de blijdschap bij Ter Leden is terecht. Duidelijk, en je weet, in de Bollenstreek past dus ook bloemen. Dus de bloemen komen eraan, de champagne komt eraan. Het is heel veel feest op dit moment. En Volendam, ja, de tweede helft als een kaartenhuis. Helaas, omgevallen. Ja, naast me een zeer tevreden trainer, Henk Wisman. Allereerst dubbele felicitatie. Periodekampioen, heel belangrijk. En 3 punten. Heb ik 2 wedstrijden gezien, of zeg ik dat verkeerd? Eerste helft. Tweede helft, groot verschil. Ja, het verschil was groot, maar toch vond ik dat we in de eerste 20 minuten goed speelden. Dat we domineerden, dat het veldspel goed was. Dat we het alleen niet hebben weten bekronen met een doelpunt. En dan zie je na 20, 25 minuten zie je de twijfel toeslaan. Dan wordt het onnauwkeuriger. En dan weten we onze aanspelpunten niet meer te vinden. En dan geef je eigenlijk een beetje het initiatief uit handen tot aan de rust. Maar in de tweede helft moet ik zeggen, pakken we het, net wat je zelf aangeeft, pakken we het weer goed op. En dan nemen we het initiatief weer terug. Een prima goal van Pedrini. En dan merk je gewoon dat het ook een beetje de band breekt. En dat ontstaat er wat ruimte, omdat Volendam dan wat meer druk naar voren gaat maken. En daar hebben we wel goed gebruik van gemaakt. Lekkere wedstrijd. Eerlijk. Ja, oké. Okay. Je geeft een goede assist en maakt doelpunt. Ja. Zeg het eens. Ja, dus in het begin van het seizoen speelde ik heel moeilijk. We moesten even wennen aan het spelsysteem van Ter Leden. Want wij, toen bij voorschoten was meer terugtrekken, bij Ter Leden meer aanvallen, dus minder ruimte voor mij. Maar het gaat steeds lekker, speel steeds beter in mijn vel. En ja, dat weer zo'n doelpunt maken en dat we dit als Ter Leden gewoon periodekampioen, ja, is fantastisch. We hebben nog nooit eerder meegemaakt. Er is een gezegde, elk nadeel heeft zijn voordeel. Is de gouden greep dat Jordi in de spits speelt. Pim en Tristan, jongens waren goed voor 28 doelpunten verleden jaar. Die mis je. Ja, die mis je, dat klopt. En die jongens die hebben toch een extra kwaliteit. Want als je per seizoen garant staat voor 15 doelpunten, dan is dat toch een extra kwaliteit.
Maar goed, we hebben dat moeten oplossen op dat moment. En toen hebben we gekozen voor Jordi en gezien zijn kwaliteiten. En dat is goed uitgepakt. Vooral ook omdat hij een aanspeelpunt kan zijn met zijn rug naar de goal. En je daar omheen kan voetballen, is het goed uitgepakt. Daarnaast heeft hij zijn goaltjes meegepikt. Dus tot op heden voldoet hij. En wordt het voor Pim en voor Tristan straks een flinke klus om weer een plekje af te gaan dwingen. Oké, dus een luxe probleem. Henk, hartstikke bedankt en ga lekker nagenieten. Hè? Okay. En dan de uitslagen uit de hoofdklasse A. Dovo Ajax 2-2. ASC VVA 71 1-6. Verrassend. Terleden heeft u gezien. Sportlus 46 Huizen 1-0. Bennekom Quick Boys 1-2. Apeldoorn Montfort 0-2. En Odin 59 TTS Ede 0-1. Dat brengt de volgende stand. Terleden met een plusje achter. Dat betekent periodekampioen. En u ziet het, spannend zat. Drie ploegen met 8 wedstrijden, 18 punten. Onderaan in het rechterrijtje Bennekom met 8 wedstrijden, 5 punten.